Bij mij in de studio Ingrid Bira van Groen. Goedemiddag. Goedemiddag. We nemen blijkbaar meer en meer openbare ruimtes in. Wat houdt dat precies in? Ja, het is alom bekend dat Vlaanderen het dichtst bebouwde, meest verkabelde land van regio van heel Europa is. Concreet betekent dat, en daar is iedereen het over eens, dat is niet iets van Groen, maar alle partijen zijn het erover eens. Per dag verliezen we gemiddeld 6 hectare open ruimte. Dus 6 hectare open ruimte wordt ingenomen door huizen of gebouwen of tuinen of wegen. Dat is het ruimtebeslag. En we moeten daar vanaf. En de Vlaamse regering heeft een paar jaar geleden gezegd, en iedereen was er mee eens, ook vanuit de oppositie, we hebben dat gesteund. We gaan dat geleidelijk afbouwen. 6 hectare per dag. Nu moet 3 hectare verlies aan open ruimte worden in 2025 en 0 in 2040. Ja, maar dat gaan we lang niet halen, hè? Want we gaan eigenlijk in de tegenovergestelde richting. En dat is de reden waarom ik de minister geïnterpelleerd heb. Er zijn cijfers bekend geworden dat het dus vermeerdert, dat we niet naar een vermindering gaan. Want normaal gezien in 2017 zouden we aan 5 hectare verlies open ruimte per dag moeten zitten. En de cijfers enkele professoren bekend hebben gemaakt, wijzen op meer dan 7 hectare open ruimteverlies per dag. En dus, waar ligt het dan aan? Is men dan te soepel met de regels? Wel, voor een deel ligt dat natuurlijk aan het feit dat het beleid dat de regering aan het uitwerken is, nog niet helemaal af is en nog geen effect heeft op het terrein, nog geen grip kan hebben op het terrein. Maar op dat punt hebben wij van het begin gezegd, minister, op het moment dat je iets afkondigt, hè, men heeft dat betonstop genoemd, of dat is in de volksmond zo bekend geworden, ja, is het nogal logisch dat waar men kan, mensen nog rap een bouwgrond gaan willen volbouwen. Dus om dat te voorkomen, heb ik verwezen naar een maatregel die minister Muiters in de vorige legislatuur eigenlijk voorstelde, laat ons de woonuitbreidingsgebieden die niet goed gelegen zijn, laat die ons die al voorlopig vrijwaren van bebouwing. Maar dat heeft men niet willen doen. En dan ten tweede zien we toch ook... Waar zit het nut van die tijdelijke vrijwaring? Wel, het nut van tijdelijke vrijwaring is natuurlijk dat men tussen het moment dat we zeggen, dat zijn we van plan, en we moeten stoppen met het verspreid bebouwen, we moeten dichter bij kernen gaan bouwen, dichter bij openbaar vervoer, tussen het moment dat men dat afkondigt, en dat komt in de pers en dat wordt over gesproken en gedebatteerd enzovoort, en het moment dat het beleid effectief helemaal uitgewerkt is, in het Staatsbos gepubliceerd is en op het terrein zijn uitwerking heeft, dat gewoon een paar jaar duurt. Maar in die paar jaar kan er natuurlijk ook alweer veel volgebouwd worden. En dat is hetgeen we horen. En dat is iets waar deze cijfers mogelijk op wijzen. Dat we in deze tussenperiode met een betonversnelling zitten in plaats van een betonafname. En dat is natuurlijk een heel kwalijke zaak. Ja. En kunnen de gemeentes daar zelf niks aan doen door bijvoorbeeld minder bouwvergunningen af te leveren? Ja, de gemeenten kunnen daar ten dele iets aan doen. Maar het punt is ook dat we in de jaren 70 met de vorming van de gewestplannen enzovoort, hebben politici elkaar heel goed bediend. Hè. Dat is wel heel bekend in die periode. En is er ontzettend veel grond, bouwgrond geworden. Met als gevolg dat we nu, en dat is een officiële bestemming hè, op het gewestplan, dat we nu met eigenlijk overtollig veel bouwgrond zitten. En bouwgrond ook die op slechte plaatsen gelegen is. En kan je die niet herbestemmen dan? Ja, maar daarvoor moet er natuurlijk een instrumentarium zijn. En momenteel zijn de gemeenten, passen die wat op, want het is nog niet bekend als je bijvoorbeeld iets van bouwgrond in open ruimte verandert of zo, dat dat dan de planschadevergoeding is voor de eigenaars. Dat moet allemaal geregeld zijn. Allee, er is nu wel een regeling, maar die moet aangepast worden. Ja, want zo verdedigt de minister zich. Hè. Wij voorzien een planschade, maar u zegt dat die nog niet helemaal is uitgewerkt. Nee, en daarin geef ik de minister gelijk. Hè. Dat moet er snel komen. Maar dan zitten we meer met de eigenaardigheid, vind ik. En luister, ik ben wel van de oppositie, maar als ik geen kritiek moet geven, zou ik het niet doen. Want iedereen wil natuurlijk dat het zo gauw mogelijk, zo goed mogelijk op het terrein gerealiseerd wordt. Dan zitten we natuurlijk weer met het feit dat die planschadevergoeding... dat het globale beleidsplan Ruimte Vlaanderen er nog niet is. En wat voor zin heeft het om particuliere maatregelen die er eigenlijk in thuis horen in dat globale kader, om die nu al te realiseren als dat globale kader er nog niet is. Dus, ja. U heeft niet de indruk dat de minister de noodzaak of de hoogdringendheid ervan inziet? Ik denk het wel, maar ik denk dat ze... ik heb in de commissie altijd gevoeld dat er een ontzettende spanning zit
op heel dat dossier rond ruimtegebruik en open ruimte en betonstop. En vooral dan, moet ik eerlijk zijn, de Open VLD met de huidige nieuwe minister Lydia Peters, zij was eigenlijk de natuurlijke tegenspeelster. Zij was eigenlijk altijd diegene die op de rem ging staan, die verwees naar eigendomsrechten, die als de bouwmeester een scherpe uitspraak deed, daar heel erg tegen was enzovoort. Zij gaf altijd de indruk van op de rem te gaan staan. Ja. Zou het dus nu versneld kunnen worden? Ja, nu zit ze in de regering. Het is daarom ook dat collega Axel Ronsen nogal ironisch daar straks zei van mevrouw de minister, wij wensen u veel succes met de versterking die u in de Vlaamse regering heeft gekregen. Hij doelde daarmee op minister Lydia Peters, collega van ervoor, op de banken van de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, die nu in de regering zit. Dus Peters, we veronderstellen dat het echte snelle beleid rond de open ruimte, dat nu zeker een mogelijk zijn hypotheek krijgt. Oké, dankjewel Ingrid Biravac. Ja. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.